Ja, dames en heren, ook namens de andere collega's van Sam Costel Instituut van harte welkom. En natuurlijk Mark Vletter van harte welkom. Dankjewel. Dat je bent. We gaan het vanavond natuurlijk hebben over ondernemerschap en over Voice. Hè. Jouw bedrijf wat razendsnel gegroeid is. Al in 3 landen, meer dan 120 mensen geloof ik. En jij hebt eigenlijk een hele andere manier van organiseren gekozen dan de meeste andere bedrijven. En bent daar behoorlijk ver in gegaan, hè, door vanuit Holacracy je bedrijf eigenlijk op te bouwen. Maar voor we het daarover gaan hebben, wie is Mark Vletter en wat doet Voice? Mark Vletter is trotsvader van 3 en man van 1. Daarnaast heb ik een aantal ondernemingen opgericht waar Voice de bekendste van is. En Voice is een zakelijke telecomprovider. Eigenlijk KPN, maar dan leuker en beter. Dat is even heel in het kort. KPN, maar dan leuk. Kijk, dat is een mooie. Ik hoop dat KPN'ers zijn die luisteren. Ja. Wat maakt Voice over leuker dan KPN, Mark? Als je net de mensen vraagt die bij ons werken en die soms ook wel eens bij KPN hebben gewerkt, dan is het het feit dat ze veel meer invloed hebben en impact hebben met het werk wat ze doen en op het werk wat ze doen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, met en op het werk, zeg je. Dat logisch, het is logisch dat mensen die bij jou werken dat natuurlijk heel leuk vinden en leuker vinden dan een groter bedrijf. Maar wat zouden klanten daarvan kunnen merken? Want ik begrijp dat die ook heel tevreden zijn over Voice. Ja, we hebben, als je kijkt wereldwijd naar de klanttevredenheid van telecombedrijven, dan scoren die over het algemeen niet heel erg hoog. Die zitten net boven de energiebedrijven. Nou, je weet allemaal hoe graag je belt met de energiebedrijven die wij in Nederland rijk zijn. En Voice is erop gelukkig een uitzondering. We hebben inmiddels zo'n 22.000 bedrijven aangesloten op onze telefonieplatform. En bedrijven kunnen een review geven en dat ze zijn aangesloten. En we krijgen daar hele mooie reviews over. Inmiddels staan er, ik meen, meer dan 3000 online. En krijgen we gemiddeld een 8,9 van onze klanten. Wat zich vertaalt in een NPS van rond de 55. NPS is een veel gebruikt meetmethode om klantgeluk te meten. Is het een net promoter score? Hè? Dat net promoter score. Het aantal mensen dat jou aanraden ten opzichte van het aantal van de mensen dat je niet aanraadt. Dat is eigenlijk, ja, correct. Ja, wat dat betekent. Hè? Ja. Ja. Ja, nou, dat klinkt goed, hè? Maar je bent nu al een best wel een gevestigd bedrijf, hè? Dat zou je haast zeggen. Ja. Maar je bent natuurlijk ook gewoon dit bedrijf gewoon klein gestart. 12, 13 jaar geleden, denk ik, zoiets? Ja, 2006. We zijn begonnen als een spin-out van TNO. TNO is een onderzoeksinstelling. En in 2006 is dat zelfstandig. Toen de tijd hadden we 2 klanten en 1 server waarop al onze klanten actief waren. En daarmee begonnen we Voice. En dat begon heel klein bij mij thuis op de studeerkamer. En daar zat ik met een vriend van mij die ook een bedrijf wilde starten en die mij internetklant had overgenomen. Ik deed ervoor iets met webontwerp en dat soort zaken. En hij ging wat doen met webmarketing en zo zaten we samen bij mij op de studeerkamer. En langzaam kwam daar een collega bij tijdelijk en nog een collega bij tijdelijk en... Toen we op een gegeven moment met z'n 5 bij ons thuis in de woonkamer zaten. 2 computers op de eetkamertafel. 1 iemand langer op de bank. En wij in de studeerkamer. Toen kwam mijn vrouw thuis, deed de deur open. Wiep een blik in de keuken die 1 grote bende was. En die zei heel vriendelijk, dit is nu al klaar. Hè? En toen zijn we maar een kantoor gaan zoeken. Ja. Toen had je deze bedrijf toch weer die vrouwen die dan de hoofdrol daarin spelen. Mooi. Ja, we zaten groot gelijk. We hadden de keuken als kantine gebruikt. En het was echt 1 grote bende. Ja. Ja. Maar wel mooi om zo te beginnen. Hè? Dat is de garages, de huiskamers, de zolderkamers. Daar komen vaak de mooiste ondernemingen vandaan. Ja. Maar toen was je met z'n 5 en dan ga je een kantoor opzoeken. Dan ga je groeien. Maar wanneer is bij jou dat besef ontstaan van ik wil eigenlijk een anders voor bedrijf zijn dan traditionele bedrijven? Maar wanneer groeide dat? Dat is helemaal niet eens zo heel bewust gegaan. We hebben vanaf het begin gezegd, nou, we willen gewoon ons heel concentreren op onze klanten. We willen dat, ik heb bij de Primafoon gewerkt en als je kijkt hoe de traditionele telecom operators keken naar dat MKB-segment, dan namen ze dat eigenlijk niet heel erg serieus. En wij konden met onze technologie oplossingen leveren die als Duplo-blokjes... Ja, we leveren eigenlijk Duplo-blokjes, maar kun je voor iedere organisatie echt een maatwerkoplossing bouwen. Hoe klein of hoe groot die ook was. En daarmee waren die bedrijven gewoon veel beter telefonisch bereikbaar. Dus het begon gewoon met goed voor onze klanten zorgen. En naarmate we groter werden, dan zeggen alle boekjes, die ik natuurlijk ook netjes had gelezen, van dan moet er op een gegeven moment een manager of een teamleider in. Nou, daar gingen wij mee experimenteren en dat voelde heel erg onnatuurlijk. En toen hebben we eigenlijk gezegd van volgens mij moeten we dat zonder kunnen doen in deze moderne tijd.
heb ik onder andere een boekje gelezen van Eckhard Winsum. Die heel erg over de, op de cellenstructuur georiënteerd was. Eckhard Snoots, erg leuk boekje, nog steeds prachtig opgemaakt. Ja, en vanuit de Bijbel voor ondernemers, vind ik. Ja, dat is echt absoluut. Lean Startup is zo'n boek wat je gelezen moet hebben. How to Win Friends and Influence People. En dit is echt al absoluut een derde die daarbij hoort. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, joh, we gaan het gewoon doen zonder. Toen waren we met een man of 15. Toen hebben we heel gekeken naar Simon Sinek, Start With Why. Wat is onze waarom? En vooral, wat is onze how? Hoe willen we met elkaar samenwerken? En er kwam toen de tijd open, persoonlijk en ondersteunend als onze kernwaarde bij. En je kon er heel makkelijk toetsen. Hey, maakt het de telecomwereld een beetje leuker? Is het open, persoonlijk en ondersteunend? En dan kon je die wat eigenlijk zelf wel bepalen. En naarmate dat groter werd, was het op een gegeven moment van, joh, kwamen mensen bij mij met vragen. En dan hadden we de afspraak gemaakt. Als je bij mij komt met een vraag, dan moet je zelf al twee antwoorden hebben bedacht. En dan wil ik wel met je overleggen welke misschien het meest passende is. Nou, alleen op die afspraak zorgde er al voor dat mensen veel minder bij mijn bureau stonden. En toen we met meer dan 15 mensen naar langs de 30 groeiden, toen hadden we op een gegeven moment zoiets van, hey, toen deden we een tevredenheidsonderzoek met onze collega's. En toen hadden we eigenlijk een vijftal dingen waar we niet zo goed scoorden. En de belangrijkste waren, we konden doelgeoriënteerde werken. Het was niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor was. En daardoor was het lastig om feedback aan elkaar te geven. Okay. En nou, met die drie punten liep ik in mijn hoofd rond. Dan kom je op netwerkbijeenkomsten en dan vertel je daarover. En toen een van die jongens zei, dan moet je eens kijken naar Holacracy. Want dat legt vooral wie is waar verantwoordelijk voor heel duidelijk vast. Zorg voor duidelijke metrics die je met elkaar kunt bespreken. En daar zijn we toen ingedoken. En vanaf een man of 30 zijn we, ik denk in 2012, dat gaan doen. Ja. 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 Daarvoor hebben we trouwens heel veel gehad aan het handboek van Valve. Dat had toen we met z'n 15e waren, stuurde Stef Toen dat naar mij toe. Mm-hmm. En daar is ook ons eigen eerste handboek op gebaseerd. Van ja. Hey, hoe willen we nou met elkaar samenwerken? Dat had Valve zo ontzettend simpel en mooi opgeschreven. Ja. Dus, ja, dat is vaak zo dat de meest visionaire oplossingen vaak verrassend simpel zijn. Maar ja. Bedenk ze maar eens als eerste. Dat is vaak het probleem. Ja, en het grappige is, je hoeft ze niet altijd eerst te bedenken. Er zijn heel veel mensen die heel slim hebben nagedacht. Je moet ze alleen goed jatten en wel aanpassen op jouw organisatie. Want we hebben één keer per maand hebben we open dag. Dan komen mensen bij ons in de organisatie een dagje kijken. Leggen we uit hoe we georganiseerd zijn. En maken we er een leuke middag van waarin we ook een open gesprek daarover met elkaar hebben. En dan zeggen we ook altijd van, joh, kijk naar wat we doen, jat wat bij je past en pas het aan zodat het ook voor jou past. Want dat is voor iedere organisatie net wel even anders. Ja, ja. Ja. Ja, dat hebben wij zelf ook ontdekt. Hè. Daar maken we ook een grapje over. Want heel veel mensen willen graag onze kompion Ricardo Semler kopiëren of Semco. Maar hetzelfde dat je Apple of Google of Voice gaat kopiëren. Wij zeggen dan, het is net dat ik naar de kapper ga met een foto van Brad Pitt. En dan zeg je, kapper, ik wil precies zo zijn als Brad Pitt. Ja. Is een goede vergelijking. Dat gaat hem niet lukken. Dus nee. Dicht bij je eigen DNA blijven is heel belangrijk. Nou, mijn vraag is aan jou, hoe doe je dat met Holacracy? Want wij vanuit Semco Style hebben we natuurlijk ook naar gekeken. Wij ondersteunen eigenlijk, denk ik, bijna alles waar Holacracy voor staat. Wat we alleen vaak zien, is dat sommige bedrijven wat dogmatisch uitpakt. Waardoor Holacracy bijna een soort doel op zich wordt, in plaats van dat het een middel is wat het zou moeten zijn. Ja. Lijkt jij mij een redelijk onafhankelijk mens, wat niet dogmatisch is. Hoe is dat bij jullie gegaan? Kijk, wat Holacracy in wezen heeft gedaan, die heeft een aantal concepten gepakt en die hebben ze bij elkaar geraakt. Eentje daarvan is sociocratie. Sociocratie is wederom een Nederlandse uitvinding. Die cellenstructuur hadden we wel een beetje bedacht. Sociocratie hebben we wel een beetje bedacht. En ze hebben daar een aantal formats bij gevoegd om eigenlijk de governance, oftewel de manier op je organisatie georganiseerd is om dat aan te kunnen laten passen door de mensen zelf, en een vast format om werkoverleggen te kunnen doen. En al die dingen zijn gericht op het organiseren van werk. En dat haalt de menselijke factor er nog wel eens uit, voor het gevoel van mensen. En als ze dan bij ons rondlopen, ervaren ze ook dat we een van de meest menselijke organisaties zijn waar je zou kunnen werken, waar juist heel veel ruimte is voor het individu. De basisspelregels van Holacracy, als je daarnaar kijkt, dan is dat niet een heel complex spelletje om te spelen. Wat het een beetje lastig maakt, is dat ze er een eigen taal bij hebben gemaakt. Je hebt ook mensen die echt heel diep in die spelregels duiken. De Holacracy Constitution is echt een kleine bijbelboekje over alle uitzonderingen en alle regels.
En wij kijken graag naar de intent of the law en niet zo graag naar de letter of the law. Waar die letter of the law af en toe heel handig kan zijn om eventueel... Ah, maar dan bedoelden ze dus eigenlijk dat. Dus het is wel, het is soms wel eens handig, maar we hebben hem echt zelden nodig. Ik denk dat je holacracy in de basis op een op twee A4'tjes op zou moeten kunnen schrijven en er vervolgens na zou moeten kunnen handelen. En dan is het wel een heel fijn besturingssysteem, omdat het namelijk een aantal basisprincipes heel goed oplost, maar onder andere er ook voor zorgt dat iedereen die aan tafel zit een gelijke stem heeft. Dus of je nou introvert bent of extravert, man of vrouw, wat voor achtergrond je ook hebt, dat maakt niet uit. Terwijl je bijvoorbeeld, er is heel veel onderzoek gedaan naar diversiteit op de werkvloer en inclusiviteit. En wat we bijvoorbeeld weten is dat als er minder vrouwen aan tafel zitten dan mannen, dan praten de vrouwen zachter. En vrouwen worden standaard vaker onderbroken dan mannen tijdens een vergadering. Het is pijnlijk als je erop gaat letten hoe erg wij mannen daarin zijn. Ja, dat is vreselijk. Ja. Ik moet zelf ook verliezen, dan betrap ik me daarop. Het is belachelijk. Ik onderbreek gewoon iedereen, dus aan mij heb je sowieso een slechte. Ja, dat is ook belachelijk. Maar dat, nee, we moeten jou af en toe even remmen. Dat is geen probleem. Ja. Wat Holacracy doet, is die zorgt ervoor dat iedereen iets op de agenda kan zeggen. Iedereen spreektijd krijgt. We de spanning van die persoon aan het oplossen zijn. Dus dat je niet zomaar mijn gesprek overneemt. Het zorgt dat iedereen op een wijziging van de organisatiestructuur een reactie mag geven. Daar een bezwaar op mag geven op het moment dat ze dat geen goede verandering vinden en daar concrete bezwaren tegen hebben. Dus het geeft iedereen een gelijke stem aan tafel. En dat vind ik heel prettig aan Holacracy. Het is een heel gelijkwaardig systeem. Mm-hmm. Wat ik het leuke vind, hè, want je hebt net je ondernemershistorie verteld. En het leuke is dat je natuurlijk ook een heel succesvol ondernemersverhaal hebt. Maar wat je normaal gesproken ziet bij een mannetje of 15, hè, bij die omvang van bedrijf, soms al bij 10, soms bij 20, dan ga je ontdekken dat je als ondernemer in je business wordt gezogen en eigenlijk vaak dan ook niet eens meer leuk vindt. Hè, want daarvoor deed je het niet, hè, om te gaan managen. Je wilt lekker ondernemen. Ja. De meeste ondernemers kiezen dan als oplossing om een manager aan te nemen en tussen hen en de organisatie in te zetten. Maar jullie hebben dus eigenlijk al vrij vroeg gekozen om dat toch net wat anders aan te pakken. Zou je iets meer over die periode kunnen vertellen? Hoe ben je nou, hoe is dit proces op gang gekomen? Wat ontdekte je waarvan je dacht van nou wacht even, nou moeten we toch echt het even anders aanpakken dan conventionele organisaties? We hadden iemand die teamleider werd en daarmee veranderde de groepsdynamiek. En wij, als je kijkt naar ieder mens, denk je dat je ieder mens redelijk kunt ontleden in een aantal kernzaken die die persoon beschrijven of die ze als primaire drijfveer hebben. En bij mij is die primaire drijfveer heel sterk die gelijkwaardigheid. Ik vind het ontzettend belangrijk. Dus op het moment dat je merkt dat die gelijkwaardigheid wordt aangetast door een systeem wat je introduceert, dan ga je afvragen, is dat systeem nog wel goed? En toen zijn we gaan kijken van, joh, wat is de reden dat management überhaupt is bestaan? Het is een vrij oud systeem, komt vaak uit het leger. Het is bedoeld om informatie en communicatiestromen door te geven en om beslissingen daarover te nemen. Om beslissingen te kunnen nemen heb je ook de juiste informatie nodig. Maar internet heeft heel veel veranderd. Als jij ergens expert in wil worden en je pakt 40 uur dedicated op één onderwerp, dan kun je daar een gastcollege over geven op universitair niveau. Die 10.000 uren regel, je reinste onzin, geldt niet voor dat soort zaken. Geldt niet voor het leren van nieuwe informatie. Geldt wel als je een fantastische pianist wil worden en dat soort zaken, maar niet voor gewoon het vinden van informatie en daar je kennis uit halen. Als je met iemand wil communiceren, als wij met elkaar willen communiceren en we willen dat in real time doen, nou, dat was vroeger compleet onmogelijk. Op een gegeven moment konden we elkaar bellen en tegenwoordig kunnen we met, nou zeg, 20 man in één groep tegelijkertijd praten, bellen, video en alles erbij. Dus dat is ongekend. Dus internet heeft informatie en communicatie plat geslagen. Als je dus vervolgens een aantal dingen in je organisatie doet als we maken alle informatie voor iedereen inzichtelijk, we introduceren communicatietools waar iedereen synchroon of asynchroon op een goede manier met elkaar kan communiceren, die niet te veel afleidt van je werk, dan merk je in één keer dat mensen veel autonomer kunnen handelen omdat ze beschikken over de juiste informatie. En omdat ze op het moment dat ze dat nodig hebben ook mensen kunnen vragen om hulp op een laagdrempelige, eenvoudige manier. Ja. Dus dat is denk ik het cruciale verschil van het vroeger en het nu. En dat is die opkomst van het internet en de communicatiemiddelen die erbij horen. Ja. Ja. Nou moet ik zeggen dat ik mijn eerste ervaring met een andere manier van werken ook op heb gedaan als internetondernemer. En het lijkt een klein beetje op jouw verhaal.
Maar voor mij kwamen er eigenlijk twee dingen tegelijkertijd samen. Ik zag dat het internet eigenlijk een aantal nieuwe spelregels introduceerde. Het internet is gebaseerd op vertrouwen. Hè? Als jij en ik elkaar een mailtje sturen, dan zeggen onze computers tegen elkaar, we vertrouwen elkaar. Ja. Het is gebaseerd op respect, daarom hebben ze een hekel aan spam. Het is gebaseerd op transparantie, want dat is wat het internet heeft gedaan. En het is gebaseerd op samenwerken en delen. Maar vertrouwen, respect, transparantie, samenwerken en delen, kwam ik al heel snel achter, dat zit niet in traditionele organisaties ingebakken. Nee. Die durven dat, de leiders durven het niet en de mensen zijn er niet aan gewend. Dus in een internetomgeving succesvol zijn, vraagt een cultuur die 5 waarden oppakt. Ja. En wat wij merkten toen we een mannetje of 20 personeel hadden, waar we natuurlijk volop zo echt zo'n internetbedrijf wilden wij zijn, hè, dat deze waarde ook leefde, dat was Euronet in de jaren 90. Maar wat we ook merkten, was dat we exponentieel groeiden. Ook zo'n spelregel van het internet. En wij kwamen erachter, mijn compagnon Simon en ik, dat we door die snelle groei eigenlijk niet meer bij alles betrokken konden zijn. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, jongens, dan moeten we dus maar gewoon het wat meer aan de mensen overlaten. Echt een gesprek met elkaar over gehad. En afgesproken dat we niet gingen zeuren als mensen dan fouten gingen maken. Dat is ook essentieel. Dat is echt essentieel. Ja, op het moment dat men, wat is namelijk de natuurlijke reactie van een fout? Is dat we, en dat doen we bij dat doen we bij kinderen vaak beter dan bij volwassenen, maar dat we gaan benoemen wat er fout is gegaan. Ja. En dat weet de persoon die de fout heeft gemaakt echt donders goed. Dat is eigenlijk een beetje zout in de wonden gooien. Dus wat je ziet op het moment dat je dat gaat aanwijzen, is dat mensen ook in de weerstandpositie gaan. Ja, maar het ligt niet aan mij, want die en die had dat en dat. En terwijl als je het andersom doet, heel vervelend dat het fout is gegaan. Hoe kan ik je helpen om het op te lossen? Ja, dan krijg je zo'n andere natuurlijke reactie. Maar dat vraagt wel even een andere manier van denken. En dat internet heeft overigens ook die bitjes gelijk gemaakt. Hè? All bits are equal is zo'n hele bekende internetterm. Ook daar zit die gelijkwaardigheid weer in. Ja, er zitten een aantal hele mooie grondbeginselen in het internet die we ook wel graag in onze maatschappij zouden willen zien. Ja. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, ons hele huidige economische systeem is gebouwd op het creëren van aandeelhouderswaarde. Waarom gedraagt Facebook zich zoals ze zich gedraagt? Omdat ze geld wil verdienen voor die aandeelhouder. Ja. Als we alleen maar sturen op geldelijke waarde, krijg je bedrijven die daar ook naar gaan handelen. En wat dat betreft vind ik het hele concept van beurzen en aandelen en greed is good Wall Street-achtig gedrag, vind ik echt wel een testament of its time. En ook wel eigenlijk aan, ik verwacht dat dat ook een systeem is wat wel op de schop zal gaan. Want dat is gewoon niet houdbaar. Dus we gaan gauw met een beursnotering aan de Nasdaq zien. Nee, vergeet het. Nee, echt niet. Nee. Geen overnames, geen beursnotering, geen IPO's. Dat gaan we allemaal niet doen. Toch ben jij wel eigenaar of een van de eigenaren van het bedrijf, waardoor je toch een aandeelhouder bent. Hoe verenig je jouw waarde met het economische feit dat je aandeelhouder bent als leider van het bedrijf? Er zitten een aantal aspecten aan. Op dit moment ben ik nog de enige aandeelhouder, maar dat gaat veranderen, want we doen een overname die wordt betaald in aandelen. Dus er komt een aandeelhouder bij met een minderheidsbelang. Ten tweede blijft de geldelijke waarde die wij genereren blijft heel erg in de organisatie. Of geven uit aan goede doelen waar wij achter staan. Dat is ook de reden dat we daar een stichting voor hebben opgericht. En er is een goede kans aanwezig, maar daar moeten we nog eens met de fiscus over praten, dat ik een substantieel deel van mijn aandelen overdraag aan de stichting, waarmee de stichting ook het bedrijf gaat besturen, waarmee waarmee ik ook niet meer de grootste aandeelhouder zal zijn. En waarmee het bedrijf dus ook niet, ik wil niet dat het bedrijf wordt van de mensen die er werken, want de mensen die er werken krijgen er geld voor. Ik wil niet dat het bedrijf van de klanten worden, want die hebben daar namelijk een ander belang bij, wat vaak wat meer op de korte termijn geënt is. Die willen nu een communicatieoplossing en niet nog over 20 jaar, daar hebben ze minder belang bij. En dat is ook wat stroperig in het proces. En ik wil ook mijn kinderen en mijn erven niet belasten met mijn hobby's. Dus we zitten echt wel te kijken hoe je nou al die entiteiten wel een rol kunt geven in de organisatie of in het besturen van de organisatie, maar dat wel met elkaar kunt doen. En toch snel en effectief en zo doeltreffend als we nu zijn, kunnen blijven handelen. Maar ik acht daarvoor een stichting die de bestuurder aanwijst. Daar acht ik een hele realistische oplossing. En dan komen de geldelijke stromen die daarop vrijkomen, kunnen ook weer terug naar of het bedrijf of naar andere activiteiten die gelijkwaardigheid bevorderen. Ja.
Nou hoor ik jou heel nadrukkelijk praten over die gelijkwaardigheid. En ik heb elkaar een paar keer ontmoet. En ik zie ook in jouw hele gedrag. En dat bevestig je eigenlijk met alleen al door hierover na te denken. Dat je die gelijkwaardigheid in je DNA hebt. Nu heb ik zelf ook een keer meegemaakt dat ik directeur was van een bedrijf wat niet van mij was. Dat was de Baak, een prachtig leiderschapsinstituut. En één ding deel ik met jou. Ik vind mijn mening eigenlijk echt per definitie niet belangrijker dan de mening van andere mensen. Ik vind werkelijk dat je van iedereen iets kan leren en dat iedereen zijn zegje moet kunnen doen in elke situatie. Dat is een oprecht geloof wat ik in me heb. Dus dat delen wij. Wat ik alleen merkte toen ik CEO van de Baak was, alleen het woord CEO is interessant, dat mensen, omdat ik mijn mening gaf en ik dat die naam op mijn visitekaartje had staan, mijn mening wel belangrijker vonden dan anderen. Ja. Dus ik kon soms per ongeluk een besluit nemen, simpelweg door mijn mening te geven. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat bij jouw organisatie, ondanks alles wat je doet, niet speelt. Uiteindelijk ben je de founder, je bent ook het gezicht. Ja. Je bent denk ik ook iemand die veel respect geniet in Nederland inmiddels. Hoe ga je daarmee om? Welk gedrag heb jij ontwikkeld om die gelijkwaardigheid ook te behouden in je bedrijf? Dit is het meest lastige. Hoezeer ik ook mijn best doe, verandert dit nooit. Sommige collega's hebben er heel weinig moeite mee. Anderen hebben daar meer moeite mee. Dus die vinden mijn positie daarin nog relevanter. A, zeg ik er bijna altijd bij als je me om mijn mening vraagt van ik ga je nu mijn mening geven en die mag je compleet negeren. Vooral bij nieuwe collega's van je vraagt me nu mijn mening, die krijg je dan. Maar je hoeft er echt niks mee te doen. En zie je het gewoon als een stukje input. Wat ik ook wel doe, had ik toevallig van de week. Toen werd mijn mening gevraagd over een situatie met andere partijen. Ik zeg, ik wil jou best vertellen wat mijn mening is. Maar dat mag je niet gebruiken in je communicatie met die andere partij. Die mag dus niet gebruikt worden als maar Mark vindt. Dat mag nooit een argument zijn. Nee. Dus, en ook heel vaak, dat maakt holocratie maakt dat makkelijker. Ik word wel eens gevraagd om een mening over dingen waar ik absoluut geen rol voor heb. En dan kan ik ook zeggen, en dat doe ik vaak, en dat vinden mensen ook wel eens vervelend, daar heb ik geen rol voor. Dus daar ga ik je geen mening over geven. Dus dat zijn een aantal, holocracy geef je een handvat daarvoor. Namelijk, je hebt een rol en dan mag je er wel niks, je mag er altijd wat van vinden, maar je mag er in ieder geval geen beslissing over nemen. Dat geeft je ook de mogelijkheid om te zeggen, daar heb ik dus geen mening over. Waar ik nog niet zo heel goed in ben, is wat ik ook nog een tijdje heb gedaan, is dat ik zei van dit is een proefballonnetje. Om aan te geven in welke denkfase het in mijn eigen hoofd zat. En wat ik tegenwoordig doe, is dat ik mensen veel eerder include in mijn eigen denkproces. Zodat als ik dan eens een keertje ergens een mening over heb, dat niet volledig uit de lucht komt vallen. Maar dat mensen ook snappen hoe die mening tot stand is gekomen. Maar dat lukt me niet altijd. Maar heel eerlijk, dit blijft voor mezelf een ontzettend grote valkuil. En ik ben ook zeer af en toe zeer onbewust onbekwaam hierin. Dus dan zeg ik iets en hoor ik achteraf dat we daardoor een heel ander iets zijn gaan doen. Dan denk ik van, het was gewoon een opmerking. Hè? Ja, dus dat, hier ben ik nog niet over uit. Nee, ik vind hem ook lastig hoor, ik herken hem. En wat ik er ook leuk vind, misschien ook even leuk om over te hebben. Kijk, dit webinar label ook een beetje onder Make Work Awesome. Dat is ook ons doel, hè? Want werk kan veel leuker, kan veel beter, veel duurzamer, veel betekenisvoller zijn. Dat vinden wij awesome. En de eerste keer dat wij elkaar toen zagen in die studio in Amsterdam, hè, was op slippers en je loopt volgens mij het half jaar op slippers. Als kan wel. En bijna iedereen wil wel bij een bedrijf werken met slippers. Maar als ik jou hoor praten, dan schuilt er in het lichaam wat in die slippers staat, best wel een hele serieuze en wijze ondernemer. Hoe verenig je die wijsheid nou met dat speelse van de slippers? Ik vind het niet erg om van nature onderschat te worden. Dat vind ik een hele comfortabele positie om vanuit te handelen. Dus laat mij maar die jongen op die slippers zijn die met dat tapetje en zijn fotocamera, ik verschuil me vaak achter mijn fotocamera, een beetje rondloopt, waarvan mensen dan in eerste denken van een fotograaf op slippers, wat grappig. Die dan later op het podium verhaal moet vertellen. Dat vind ik een hele fijne positie, want dan hebben mensen verwachten ook helemaal niks van je. En dat is altijd heel mooi als je, want dan kun je namelijk ook gelijkwaardig met mensen in gesprek. Kijk, dat vind ik wel mooi. En heel veel organisaties, dat vind ik, blijf me overbazen. ING, veranderd traject, we gaan het allemaal anders doen. Mijn broertje wordt gevraagd om daar te spreken, die werkt ook bij ons in het bedrijf. Die komt daar en op een gegeven moment komt hij op de directieverdieping. En overal hadden ze gewoon
normaal kunnen praten, maar op de directieverdieping moesten ze stil zijn. En als je überhaupt nog een directieverdieping hebt, dan heb je het niet begrepen. Als jij 's ochtends een pak aantrekt en een stropdas omdoet, omdat het op je werk verwacht wordt, en je doet het in het weekend niet, dan gaat er iets fout. Want dan kom je nou niet als jezelf op kantoor, dan kom je als een versie van jezelf op kantoor. En ik geloof heel erg dat je je authentieke zelf mee moet nemen naar je werk en in je relatie met mensen. Omdat alleen in die authentieke zelf het vertrouwen ontstaat waarop je die autonomy, die mastery, die purpose kunt bouwen. Dat is Daniel Pink heeft een boekje geschreven, Drive, die zegt dat zijn de drie facetten waarmee mensen echt gelukkig zijn op hun werk en drive hebben in hun werk. En ik heb heel lang gedacht dat dat voldoende was, maar daarna kwamen we al vrij snel achter dat je een organisatie moet zijn waar mensen in vertrouwen kunnen werken. En dat daaronder, om dat te genereren, dat je authentiek met elkaar in gesprek moet kunnen. Echt naar elkaar moet kunnen luisteren. Ja. En daar gaat het wel echt heel vaak fout. Begrip willen hebben voor elkaar. Ja, ja. Ondertussen zie ik dat de klok naar 8:30 gaat. En we hebben nu één vraag. Hè. Je noemt een aantal boektitels. Meest van het al gezegd, die gaan we delen. Dus daar gaan we op terugkomen, Gonnie. Maar zijn er al meer vragen voor Mark, dames en heren? Want hij is er nu. En u bent er nu. Dus dit is het moment. Dus als u vragen heeft, zet ze alstublieft in het chatscherm. Dan kunnen we die gaan behandelen. Ik heb nog wel een vraag. Voordat we nieuwe vragen krijgen. Ik zat stiekem even naar de vraag te kijken, hoor. Sorry. Ja, het gaat even. Zullen we die boektitels? Je noemde Eckhart Winsen, noemde je. Je had net weer een boek. Wat zijn jouw belangrijkste boeken? Dat kan Gonnie ze meteen even meeschrijven. Ik zal ze ook nog even sturen. Maar ik denk How to Win Friends and Influence People. Wat heel erg gaat over menselijke relaties. Dat boek, die boektitel klinkt heftiger dan dat het boek is. Het gaat heel erg over slimmer omgaan met gedrag, om daarmee gewoon een betere menselijke relatie te kunnen bouwen. Mm-hmm. Ik lees die één keer in het jaar opnieuw en iedere keer haal ik er weer nieuwe dingen uit en iedere keer denk ik weer van, oh, wat ben ik toch ontzettende eikel, want dat doet niet goed. En hoe dichter mensen bij je staan, hoe sterker je er fout in gaat. Dus dat is ook wel interessant. Tweede is de Lean Startup. Vind ik sowieso dat iedereen hem gelezen moet hebben. Eckhart's Notes. Ik zou Delivering Happiness ook nog wel willen lezen. En ik zou het handboek van Valve, de game studio, zou ik ook als aanrader doen. En als je een klein boekje wil, wat je even op het toilet kunt doorlezen, dan ga je naar voice.nl/boek en dan vind je ons handboek. Is ook een heel leuk leesboekje voor eens even snel. Ja, echt zeer de moeite waard. Leuk, ja. Waar kunnen we die bestellen? Voice bij op de site dus, hè, zei je? Nee hoor, mag je gewoon gratis downloaden. Is inmiddels meer dan, als we het hadden uitgegeven, was het de bestseller geweest. Dan zijn ze inmiddels meer dan 20.000 keer gelezen. Dus okay. We hebben ook fysieke boeken gehad vroeger, maar dat doen we tegenwoordig minder. Nee. Dat was heel veel papier en dat vonden we niet goed voor het milieu. Dus. Heel goed, heel goed. Dus downloaden via jullie site. Ja. Top. Nou, dat is een aanrader. Gonnie die vraagt, die zegt ook nog, even tweede vraag, behalve het boek. De andere vraag was van iemand anders. En Gonnie vraagt nu, inspirerend verhaal, Mark. Wat is nou de belangrijkste tip die je ons kunt geven? Dat is natuurlijk heel veel. Dat is een hele brede vraag. Ja. Ligt een beetje aan in welke fase het bedrijf staat. Wat ik altijd wel heel mooi vind, is als mensen de waarom ze bepaalde dingen doen, is wat vaker gaan stellen. Waarom ga je met elkaar in een vergadering zitten? Om daarbij de takenlijst te bespreken die niemand gedaan heeft. En daar een notule van te maken die toch niemand gaat lezen. Het is heel erg vreemd gedrag. Waarom begint de vergadering altijd 15 minuten te laat? Als er 8 mensen aanwezig zijn, 8 keer 15 minuten. Ik vind dat complete kapitaalverspilling. Dus waarom ga je überhaupt naar vergaderingen toe? Waarom zou je überhaupt erheen gaan? Waarom stop je er niet gewoon mee? Waarom begin je om 9 uur op kantoor? Is dat jouw beste werktijd? Allemaal van dat soort dingen, hele kleine dingen of hele grote dingen. Waarom, gewoon die waarom-vraag stellen totdat je het echte antwoord hebt. Er is een heel mooi artikel uitgeschreven over stel die waarom-vraag minimaal 5 keer om tot het echte, de root cause te komen tot waarom bepaalde zaken fout gaan. Ja. Dus waarom-vraag vaak stellen en een verandering is iets dat moet je niet bedenken, dat moet je doen. Mm-hmm. Dat noemen we zelf experimenteren. Verandering heeft niemand zin in, niemand wil veranderd worden namelijk, maar experimenten is iedereen altijd wel voor in. En daar gebruiken wij een build-measure-learn cycle voor, dus we veranderen iets. We meten wat de resultaten zijn van die veranderingen. We trekken daar learnings uit en we veranderen weer wat. En van experimenten en van dat soort kleine veranderingen kun je ook altijd terug. Dus waarom vraag stellen, kleine stapjes,
en daarin beeldbachelor. Dat zijn een beetje de drie dingen die je universeel kunt toepassen. Ja, ja. Hey, je pakt, dat vind ik heel goed, hè, die waarom-vraag en hoe je dat doet. En er zijn twee dingen die ik er ook uithaal. Hè. Je begon over die vergaderingen. Wat hebben jullie voor alternatief ontwikkeld voor de vergadering? Hoe doe je dat anders dan andere mensen? Nou, Holacracy schrijft daar een bepaald format in voor, maar dat we hebben, iedere cirkel heeft een meeting. Daarbij is het aan de leadlink, degene die de rollen wijst in de organisatie, om te bepalen welke mensen hij relevant vindt om aanwezig te laten zijn bij een meeting. Iedereen mag op verzoek aanschuiven, maar je bent niet verplicht erbij te komen. Dus je kunt daarbij al heel veel rolletjes zeggen, ah, die hebben we eigenlijk niet nodig om deze cirkel effectief te laten faciliteren, die sluit ik uit. Dus je hebt A, dan hele kleine groepen. B is de interval vrij laag. Dat kan voor sommige teams, als ze heftig met elkaar samenwerken, één keer per week zijn. Maar er zijn ook teams die maar één keer per maand bij elkaar komen. En wat je doet, is alle dingen die je buiten de vergadering één op één met iemand kunt oplossen, die los je buiten de vergadering op. Dus je hebt geen discussies aan tafel waarin één iemand de vraag stelt die een ander gaat oplossen. Nee, je hebt discussies aan tafel waarin je van meerdere mensen input nodig hebt om je ding te kunnen doen. Dus de topics die je bespreekt zijn vaak wat groter. En de agenda komt ook pas dan tot stand. Dus het is niet zo dat je van tevoren hebt bedacht, oh, ik wil het daarover hebben. Dat kan, als het voor de hele groep is. Maar meestal is het zo dat je bespreekt je metrics, dus even je KPI's bespreek je met elkaar van zo'n cirkel. Je bespreekt de projecten waar je aan werkt. En daaruit komen bepaalde spanningen voort. Hey, ik zie dat wat laag is. Wat is daar de oorzaak van? Dat project loopt niet goed. We zien toch dat het buiten begroting gaat. Moeten we iets wijzigen? De projectscope. Wie is daar dan accountable voor? Wat heb je daarvoor nodig? Dus het is wat meer georiënteerd op werk. Ja, ja, ja. En jullie meten alles, hè? Want je hebt al een paar keer. Ja, wij zijn een beetje. Ja, wij houden heel erg van data. Ja. Data is niet zaligmakend en heilig, maar goede data is wel. Geeft vrij weinig ruimte voor, over het algemeen voor interpretatie. Dat is wel heel fijn. Ja, oké. Okay. Er zijn inmiddels nog wat vragen binnengekomen. Estelle die vraagt. Je hebt dit mooi meteen vanuit je start goed aangepakt. Complimenten. Nou, dat kan je in je zak steken. Ja. Terecht trouwens. Welke les, tip heb jij voor organisatie die tussen aanhalingstekens heerlijk traditioneel zijn? Het ligt een beetje aan de grootte van de organisatie. Maar wat je in iedere organisatie gaat veranderen nodig hebt, is 1. Een MT wat er heilig in gelooft en die het experiment laat plaatsvinden. Minimaal voor 2 jaar. En 2. Een team wat er heel erg in gelooft en die de frontleader wil zijn van zo'n experiment. Wat je namelijk gaat zien op het moment dat je zo'n verandering ingaat, is dat er een kleine groep is die echt zegt, dit is geweldig, dit moeten we doen. Een heel grote middengroep die zoiets heeft, maakt me niet zoveel uit, we zien het wel. En een hele kleine, felle groep is die absoluut tegen de verandering is. Wat doen we traditioneel in een organisatie? We gaan ons focussen op die laatste groep. En dat moet je niet doen. Je moet je focussen op die eerste groep. Dus die mensen die echt willen, die hebben zoveel enthousiasme en drive dat ze dat grote stuk mee gaan krijgen en ook enthousiast krijgen. En dan zijn er voor die laatste groep zijn er 2 opties. Of ze veranderen in, en ze zeggen, dit is eigenlijk stiekem toch wel leuk, ik ga meedoen. Of ze gaan weg en beide is goed. Dus support vanuit bovenin, kleine gemotiveerde groepen mee te beginnen. En die gaan zo enthousiast zijn dat ze de rest van de organisatie dankzij wil meenemen. En dan kun je per team kun je het gaan doen totdat op een gegeven moment het zwaartepunt er is. En dan ga je als hele organisatie over. Spotify heeft hier wel mooie dingen over geschreven. Die hebben namelijk ook die transitie gemaakt. En ook ING, waar je bij ING. Nou, waar de vergelijkwaardigheid bij ING nog wel eens ver te zoeken is. En nog steeds een directeurs de etage is die we met graag opgeven zouden zien. Ja, helder. Dankjewel. Jeroen heeft ook een volgende vraag gesteld. Ik lees ze gewoon even op, Mees. Dat is wel oké, hè? Ja. In Holacracy is de mens compleet niet benoemd. Hoe wordt de rol van de traditionele HR dan ingevuld? Een goede vraag. We hebben een cirkel, die heet Human Capital. Ik vind het sowieso gek om mensen een resource te noemen, maar dat even terzijde. En Human Capital heeft een heel ondersteunende rol die zoveel mogelijk bij de mensen teruglegt. Dus bijvoorbeeld, je moet nog steeds wat wij doen is dat je nog steeds een evaluatie schrijft over je afgelopen jaar. En wat we nog steeds doen is dat we ook een evaluatie of een plan maken voor aankomend jaar. Maar die hoef je niet bij HR in te leveren. Maar HR zegt wel van, hey, dit is het format wat je ervoor kunt gebruiken. Dit zijn handige tools en tips. Dit is wanneer het klaar moet zijn. En presenteer het even aan je cirkel.
Dus zij hebben eigenlijk een hele faciliterende rol in het HR-proces. En zij doen bijvoorbeeld ook nog steeds de ziekmeldingen. En zij doen vast ook nog wel iets met verlofregistratie, want dat moeten we gewoon simpelweg in Nederland. Wat ze ook doen, stel je voor dat iemand zegt van, hey, ik ben heel erg gegroeid in mijn kunnen. Ik wil een herbeoordeling aanvragen van mijn salaris. Dan begeleiden ze daar het proces bij. Maar het is het team zelf wat die herinschaling doet. Dus ze zitten er alleen maar eigenlijk bij voor het faciliterende deel van het HR-proces. En het strategisch doorontwikkelen ook van dat HR-proces. Dat er ruimte is voor training. Je kunt het ook... Ik heb heel lang gedacht dat op het moment dat je daar helemaal van terugstapt, dat bepaalde systemen vanzelf ontstaan. Maar systemen ontstaan alleen als je er ook de tijd en de ruimte voor maakt om ze te kunnen laten ontstaan. En daar soms ook processen of procedures voor inricht. Dat is helemaal niet erg. En dat is ook de taak dus van de Human Capital Circle in dit geval. Ja. Hoe belangrijk is jouw leiderschap daarin om dat te faciliteren? Ik zou willen zeggen dat dat niet heel belangrijk is, want dan zou ik hartstikke liegen. Het is het, zoals we hadden het er net over, wat heb je nodig om succesvol die pivot te kunnen maken naar zo'n organisatie. Daar heb je iemand in de top nodig die er heilig in gelooft. En heel eerlijk, dat geldt ook voor een bestaande organisatie, om te laten functioneren. Ja. Waar ik wel hoop dat op termijn de groep die dat kan overnemen groot genoeg is, om dat helemaal zelfstandig te kunnen doen en ook in leven te kunnen houden. En ik zie dat al wel in hele grote mate ontstaan. Maar het moet wel. Er is altijd uiteindelijk. Kijk, waar je geen management voor hebt, heb je wel leiderschap. Alleen je hebt individueel leiderschap over onderwerpen waar de mensen zelf eigenaar van zijn. En organisatieinrichting is er in dit geval eentje van, waar ik heel erg veel passie voor heb. Maar bijvoorbeeld ook Joris, een collega van mij, ontzettend veel mee bezig is van, joh, hoe kunnen we dit nou in de eeuwigheid verankeren? Stelt ook een aanvullende vraag over, zie ik nu. Ze zegt, of ze schrijft, wat ik vaak zie, is dat zelfsturing top-down wordt opgelegd. Ja. Opgelegd, mooi woord. Ook al sta ik hier wel achter, merk ik dat er een natuurlijke weerstand oproept. Ja, dat herken ik heel erg. Kijk, voor heel veel organisaties is de reden om dit te implementeren, is niet dat ze een diepe wens hebben om op een authentiekere en gelijkwaardige manier met elkaar samen te werken. Maar de reden is simpelweg dat er, het wordt vanuit hun, praat ze ook altijd over stakeholders. En zodra het over stakeholders gaat, weet je al dat het fout zit. Stakeholders weten namelijk eigenlijk niet wie het is. Hè? Dat is altijd wel grappig. Dan weten ze niet of het de klant is of hun aandeelhouders. Dan flikkeren ze gewoon alles op één beeld en noemen het stakeholders en dan kunnen het geloofwaardig vertellen. Iedere keer dat iemand die term bezig, moet je ook doorvragen over wie heb je het echt. Of je moet een vleesvork opsturen als plaatje. Dan weet ze ook dat dat een stakeholder is. Nee, maar wat heel belangrijk is, is dat je de reden motieven zuiver moeten zijn. En op het moment dat het management de top-down neerlegt, zijn vaak de motieven niet zuiver. Dat voelt iedereen en daar komt men voor in weerstand. Ja. Dus we willen dat mensen blijer zijn, want dan zijn ze productiever. Onze maatschappelijk verantwoord ondernemen lijstje moet er een streepje bij hebben. De aandeelhouders vragen erom. We kunnen geen nieuw personeel vinden, want we zijn eigenlijk een klote bedrijf om voor te werken. Nou, dat zijn vaak de kernredenen dat mensen het gaan doen. En dat mag niet de kernreden zijn. Oké. Okay. Dus ja. Jij ziet de weerstand vooral zit achter onheuse beweegredenen en minder bij de zelforganisatie of de zelfsturing zelf. Dat was eigenlijk wat je... Ja, waar ik wel eerlijk moet zijn. Kijk, zelfsturing, je krijgt meer verantwoordelijkheid of meer vrijheid, maar je krijgt ook meer verantwoordelijkheid. Soms zitten mensen ook gewoon niet op die verantwoordelijkheid te wachten. Daar mag je ook heel eerlijk over zijn. Ja. Alleen als een organisatie kiest voor zelfsturing, en jij, dat gaat jou niet passen, dan moet je ook gewoon weggaan. Dan moet je ook voor jezelf eerlijk in zijn. Dus ja. Ik zie trouwens ook nog een vraag staan over tooling die we gebruiken om te communiceren. Ja, van Mark. Van de Galaxy S6. Ja, of S9, ja. Moet ik een schaamteloos onze eigen technologie gaan lopen pluggen hier? Of? Nee, dat is flauw. Ja, wij gebruiken... Slack voor instant messaging, voor IM. Slack is WhatsApp, maar dan zakelijk. En dat is wel fijn, want dan blijf je in het weekend ook gewoon niet gestoord door je collega's op je WhatsApp, terwijl je naar de voetbalwedstrijd van je dochter staat te kijken. Dus wat Slack is tof. Wij gebruiken voor videoconferencing Jitsi. Jitsi is een open source tool. En daar hoef je geen software voor te installeren. Dus je kunt gewoon naar een URL te gaan, meet.jit.c/
dit is een leuke URL. Gaat iedereen naartoe en dan kun je met z'n allen op dat moment videoconferences, screensharing, et cetera. Daar maken we heel veel gebruik van. Iedere vergaderruimte bij ons, even kijken, niet iedere, twee zijn volledig uitgerust met een conferencing installatie. Die heeft niet eens veel geld gekost, want we hebben er allemaal standaard componenten voor gepakt. En je zet de schakelaar aan en je kunt die ruimte in. Dus het is heel laagdrempelig in gebruik. Ja, we gebruiken natuurlijk onze telefonieoplossingen en hebben ook appjes mee voor op de smartphone. En ook browserplugins, zodat we kunnen zien wie er bereikbaar is. Zodat je weet of je iemand die reroute aan kunt sturen, of dat je het even vertraagd moet doen via instant messaging. Dus daar maken we ook wel veel gebruik van. En dat zijn denk ik een beetje de drie belangrijkste tools. En dat klinkt heel gek, het is niet formeel geen tool, maar wij gebruiken Google Drive voor het schrijven van onze documenten. En in Google Drive kun je heel makkelijk feedback erop geven, maar je kunt ook heel makkelijk samen in collaboration met elkaar werken. En we waren vandaag bezig, wij doen tegenwoordig aan tenders. We zijn nu een grote mensenbedrijf. En als je een tender doet, dan moet je ook ISO-certificering hebben. En dan moet je kwaliteitsdocumenten moet je schrijven. Dus vandaag zat ik met onze jurist. Ik weet heel veel van de historie van het bedrijf. Dus ik heb een rol die heet de archiefkast. Dus de jurist had vanuit de rol van de archiefkast gevraagd of ik even wilde meekijken naar het document. Dus ik heb daar even alle historische linkjes naar andere documenten ingezet. En ondertussen zie je dus dat hele document continu verspringen, omdat er gewoon op dat moment blijkbaar 3 of 4 mensen tegelijkertijd aan het schrijven zijn. Ja, dat is voor collaboration en samenwerking is dat echt heel tof. Ja. Ja, ja, ik geloof dat mensen inderdaad zouden willen horen welke het zijn. Hè? Kun je de site opschrijven? Vraag de Galaxy S9. dat zullen we doen. Of ben jij iemand typen? Ja, oh, een rol. Kijk, live krijg je gewoon... Ja, helemaal goed. Hey Mark, je bent nu, jullie organisatie is nu 120 mensen rijk, zou ik zeggen. Ja. Verschillende landen. Wat is veranderd er nu de omvang toeneemt? Merk je dat voor jou iets verandert, voor de mensen iets verandert? Wat, en hoe zie jij de toekomst? We hebben een aantal dingen die echt veranderden. A was ons verloningsmodel was stuk gegaan met de groei van het bedrijf. Daar hebben we een nieuw verloningsmodel voor gemaakt. Daar schrijven we binnenkort overigens een nieuw e-book voor. Dus er komt een serie van artikelen over op het weblog. En dan verschijnt daarna een e-book daarover. We hebben onze manier van het aannemen van mensen hebben moeten aanpassen. Omdat we ons diversiteitsbeleid en ons inclusiviteitsbeleid daarop eigenlijk wilden loslaten. Daar zijn we een stuk beter in geworden, maar dat is nog niet klaar. Maar daar hebben we al een e-book over geschreven. Die vind je op voice.nl/e-book. Dat gaat over employer branding en hiring. En we moesten een ander systeem hebben om strategie te bepalen met elkaar. En dat is mijn kindje geweest de afgelopen 2 jaar. En inmiddels is die gelukkig van veel meer mensen geworden. Want we maken nu met de hele organisatie, iedere cirkel maakt voor zichzelf een strategie. Iedere cirkel doet voor zichzelf een reflectie. Geeft de output van de reflectie ook door naar boven. Als zijn de input voor de hoogliggende cirkel of de diepstliggende cirkel van hey, hier willen wij graag de komende periode aan werken. En dat zet de bovenliggende cirkel eigenlijk in overleg met alle andere cirkels op dat moment op volgorde van hey, als dit degene dingen zijn waar we willen werken, dan moet het op deze volgorde gewoon uit praktisch perspectief, want dat kan pas als dat klaar is. En dan wordt dat dus de nieuwe strategie voor de komende periode. 1 keer per jaar doen we daar een hele uitgebreide versie van, kijken we 3 jaar vooruit. En iedere 4 maanden doen we er eentje, dan kijken we dus de komende 4 maanden vooruit. Dat klinkt heel intensief, en daar is het ook. En dat is niet erg. Want voor strategie en ook alle neuzen in de organisatie 1 kant op krijgen, wat tegenwoordig dus gelukt is, dat geeft zoveel rust in de organisatie, zoveel focus en zoveel duidelijkheid, dat je daar best wel 1 maand in de 3, 4 maanden eventjes flink wat tijd met elkaar aan mag besteden. Dus, ja, mooi. Hey, het is inmiddels 9:15. Dus we zijn al 3 kwartier met elkaar in gesprek. Ik heb het idee dat ik werkelijk nog lang niet met je uitgepraat ben. want ik heb eigenlijk nog veel meer vragen. Dus misschien moeten we nog een keer zoiets doen. Maar wat ik sowieso zou willen voorstellen is dat we inderdaad jouw e-books, dat soort dingen in de gaten blijven houden. Je artikelen. Mogen wij die vanuit Simco Style ook delen? Het zijn alle informatie die wij schrijven en alle dingen die we doen is open source. Open is niet voor niks een van de kernwaarden, dus dat mag. Voice.nl/boek, voice.nl/e-book en voice.nl/blog zijn, of weblog zijn een beetje de 3 belangrijkste resource centra die wij aanhouden. Dus ja. Onder andere, dus recentelijk 3 artikelen geschreven over hoe we strategiebepaling nu doen. Daar volgt nog een e-book over, maar dat was echt een...
Het is echt een, ja, best wel een complexe methodiek. En die hebben we schaamteloos gejat uit het boek Scaling Up. En weer aangepast op ons bedrijf. Dus, je doet ook schaamteloos bronvermelding. Dus dat is... ontzettend leuk, Mark. We gaan het allemaal in de gaten houden. Ontzettend bedankt voor het delen van je inzichten. Graag gedaan. Ik heb er ook weer het een en ander van geleerd. En dat is het leuke van deze webinars organiseren. Ik hoop dat de kijkers het ook leuk hebben gevonden. Ik heb één aankondiging die je meest nog niet kon weten. Want dat is net voor het webinar begon, is dat duidelijk geworden. Dus voordat ik het woord teruggeef aan Mees, wil ik dat nog even zeggen. Ons volgende webinar is begin april. Het wordt een internationaal webinar met Heiko Fischer. Die gewoon awesomeness tot de Semco-stijl tot de grootste hoogte heeft verheven die ik ben tegengekomen tot nu toe. Het wordt een internationaal webinar. Waarbij we dus in het Engels voor in meerdere landen tegelijkertijd het gaan doen. En die wordt 's morgens georganiseerd vanwege de tijdverschillen. Mark, ik wil jou nu ontzettend bedanken. Graag gedaan. Voor je inzichten. Ik hoop dat we elkaar nog vaak zullen spreken. Ik wil je waanzinnig veel succes wensen met alle veranderingen die nog gaan komen in je bedrijf. En ik hoop dat je die dromen waar gaat maken van gelijkwaardigheid. En dat we daar over een tijdje weer een webinar over kunnen houden. Ik heb daar vertrouwen in. Helemaal goed, dankjewel. En dank voor de uitnodiging. En ik zou het nog wel leuk vinden om jouw grondbeginselen van het internet vertaald in de organisatie nog eens een keertje terug te lezen. Dus misschien kan dat ook nog eens in de samenvatting staan. Oké.